is Radio Ideaal. Met het nieuws uit de Achterhoek. Mijn naam is Arno Wolsink, goedemorgen. Vandaag gaat de tweede dag van de Achterhoekse Wandelvierdaagse van start. De wandelaars gaan vandaag richting Keijenborg, Hengelo, Veldhoek en Zelhem. De organisatie hoopt op beter weer dan gisteren. Veten strak, de pleisters nu al op mijn hak. Van jong tot oud, daar gaan we dan. De Vierdaagse gaat van start. Daar gaan we dan, het is nog vroeg. Vele kilometers voor de boeg. De mensen blij, de sfeer is goed. Er tegenaan met volle moed. Oh.
komt, er komt. En dan slachten we heel vaak. Controlepost afgestempeld en dan lopen we richting de heer Baas, wethouder en vandaag burgemeester van de gemeente Bronckhorst. Mensen, we krijgen een appeltje van de burgemeester. André Baas, volgens mij loopt het lekker met de Achterhoekse Wandelvierdaagse en heel wat mensen al voorbij zien komen. We hebben al een heleboel mensen een appeltje kunnen geven. Ze zijn enthousiast. Ze zijn heel tevreden over de route in Bronckhorst en ze vinden het vooral een prachtige route. Dus daar ben ik heel blij mee om dat te horen. Ja. Nou, gisteren een boel regen gehad. Vandaag tot nu toe een droge dag. Ik kan me voorstellen dat er een boel vrolijke gezichten voorbij komen. Ja, alleen maar vrolijke gezichten. En we ontvangen ze hier en we spreken ze even aan en dan delen we een appeltje uit. En dan sommige mensen hebben al een appeltje gehad, maar we proberen er toch nog eentje mee te geven. En de meesten reageren heel spontaan erop en dat is wel leuk. Ja. Nou, gisteren al een stuk door Bronckhorst. Prachtig gebied langs de Oude IJssel. Vandaag het gebied rondom Zelhem. We krijgen een goed beeld van de gemeente Bronckhorst. Voornamelijk voor de vakantiegangers die ooit nog een keer terugkomen? De mensen die niet uit de omgeving komen, want het valt mij op dat er ook heel veel mensen uit Bronckhorst zelf meewandelen. Maar die krijgen natuurlijk een prachtig beeld van de omgeving. En de meesten reageren ook van mooie omgeving, dus we komen een keer terug. Ja, ja. Nou, en dat willen we graag. Hè? Dus ik hoop dat ze dan een paar dagen hier logeren in Bronckhorst. Ja, want dat is de keerzijde of een andere belangrijke deel van de Wandelvierdaagse. De gemeente steekt veel energie in de Wandelvierdaagse. En hopelijk komt daar een boel toerisme uit, denk ik, of niet? Dat is een beetje het idee erachter. Nou, het is vooral het meedoen. Hè. Wij promoten graag ook deze activiteit. En het is mooi meegenomen als mensen dan logeren in de gemeente Bronckhorst. En ik heb de indruk dat dat nu ook al wel gebeurt. Dat mensen nu ook al wel een logeeradres in onze gemeente op een camping, in een hotel hebben. Dat niet alleen maar in Doetinchem is, maar ook in de omliggende plaatsen. En daar kunnen we mooi van mee profiteren. Ja. Nou, hartstikke goed. Volgend jaar dan is er weer een nieuwe aflevering van de Wandelvierdaagse met 10 kilometers erbij. Ik weet dat u een loper bent, eerste klas. Al vele malen op de Wandelvierdaagse in Nijmegen. Gaan we u misschien nog een dag aantreffen ergens? Wie weet. Wie weet. Je weet nooit hoe het gaat. Normaal stop ik wel naar Nijmegen een poosje. Maar het kriebelt wel als ik dit weer zie. Dus wie weet ga ik volgend jaar een stuk meelopen. Het bos, gewoon til uur los en naal ik gewoon weer rees af neven het laan. Soms dan is het hierna in de holte van de paad, dan loop ik door het gras hier neven de kaan. Maar vandaag een ander rondje, want daarachter loopt een hondje. Twee hondjes dat heb ik geleerd, dat hier altijd verkeerd. Loop ik door of loop ik hier, deze weegje door een zieren? Of loop ik net als vorige week verder neven de been? Martin kent hier de streek, de vrouw die doodwoond is ziek. En dat hoestoor neven dat lied al jarenlang leeg. Nou, het is weer afzien vandaag tijdens de Achterhoekse Wandelvierdaagse, de dag richting Keijenborg, Zelhem. Dan komen we zo in één keer in het buitengebied van Zelhem iemand tegen. Die zit volgens mij heerlijk te genieten. Met wie spreek ik? Je spreekt met Paula Jansen van der Marel. Waar komt u vandaan? Uit Bemmel. Helemaal uit Bemmel en dan hier op de Achterhoekse Wandelvierdaagse. Hoe is dat zo gekomen? Onze zoon woont hier en die zei, mam, je moet nou ook een keer de Doetinchemse gelopen hebben.
Dus dit is de eerste keer dat u meeloopt hier? Ja. Kijk aan. En hoe bevalt het? Hartstikke goed. Aha. Heel leuk. Ik vind de route ook heel mooi. Ja. Ik heb ook Apeldoorn gelopen. Mm-hmm. En ja, die vind ik ook heel erg mooi. Die heb ik 13 keer gelopen. Oh, kijk aan. En dan nu hier. Is er veel verschil met bijvoorbeeld in Apeldoorn? Nou, Apeldoorn loop je constant in de bossen. Mm-hmm. Je start al in het bos. En hier krijg je van alles. Hè? Ja. Echt een Achterhoekse coulissenlandschap. Ja. Ja, en dat vind ik echt ook heel mooi. Ik hou ook van het boerenlandschap dus. Kijk aan. Ja. Nou, hoe houdt u het vol? De voetjes doen het nog prima? Oh, geweldig goed. Gelukkig nooit geen blaren. U bent ook geoefende loper. Ja, dat ben ik. Ja. Ja, maar zoiets moet je ook niet in 1, 2, 3 gaan doen, hè? Nou, gisteren al die regen en die narigheid, dat was denk ik wel even afzien, hè? Ja, dat vond ik ook niet leuk, nee. Nee. Vooral daar op die dijk, hè, langs de IJssel. Dat was wat, hoor. Ja. Nou. En het blieft mooi weer, dat zien we hier dan gewoon weer in zo hard. Dan zwaait hij de ganse weg met zijn staart. Eerst rent hij mee, keihard voorbij en dan wacht hij mee weer op. Dan kijkt hij waar ik blijf en hij schudt zijn kop. Dadelijk toest en drink ik water. Het is maandag, maar geen kater. Volgende week is het kermis in Horst. Ik heb nou gewoon dorst. Maar nog hier is een ander rondje, want daarachter luurt een hondje. Twee hondjes, dat heb ik geleerd, dat je daar niet verkeert. Loop ik door of loop ik hier? Deze weg hier door naar Zieren. Of loop ik net als vorige week verder met de beer?